VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV TV. We beginnen deze uitzending met een terugblik op de wedstrijd tegen Willem II. De ploeg van trainer Rick Kruijs speelde in het eigen Covebo Stadion de Koel met 0-0 gelijk. Hoe kijkt Kruijs terug op het duel van vrijdag? Toch wel met een goed gevoel. Ik vind dat we redelijk verzorgd gespeeld hebben. Waar we veel aandacht aan hebben besteed, dat is bij fases goed gegaan. Alleen de eerste 8-9 minuten vond ik dat Willem II de bovenliggende partij was. Daarna kwamen we heel goed in de wedstrijd. Ik vond dat we vanaf dat moment het middenveld in handen hadden. En vanaf dat moment ook via verzorgd opbouw van achteruit elke keer de vrije man konden vinden. Alleen vond ik dat met het vele balbezit wat we hadden, zeker in de eerste helft, dat we uiteindelijk te weinig gevaarlijk werden in de eindfase. En nou, wat ik net al aangaf, daarin moeten we verbeteren. In aanloop naar het duel met Willem II sprak Kruijs al uit dat hij aan de bal meer verwachtte van zijn ploeg. En dat heeft hij ook teruggezien. Denk ik wel. Ik denk als je de afgelopen twee wedstrijden kijkt dat we beter geweest zijn aan de bal. Dat we best wel goed de vrije man hebben kunnen vinden, zeker op ons middenveld. Alleen in de laatste fase, rondom de box van de tegenstander, is het nog te weinig. Waar ligt het aan, denk je? Aan afstemming, aan kwaliteit ook. Hè? Kwaliteit waarin we moeten verbeteren. En uiteindelijk in samenwerking. Wie de trainingen van VVV bekijkt, ziet het ene mooie doelpunt na het andere. Maar in de wedstrijd heeft de ploeg van Kruijs dus nog iets meer moeite met scoren. Training is natuurlijk anders dan wedstrijden. Wedstrijden is een bepaalde spanning en een bepaalde druk waarin je wordt gedwongen keuzes te maken. Nou, dat gaat niet altijd goed, maar er zit wel veel verbetering in. Dus ik ben wel blij met de ontwikkeling daarin. En ik denk als je ziet waar we vandaan komen, dat we wel op de goede weg zijn. Die stijgende lijn hoopt VVV door te trekken tegen FC Den Bosch, dat zaterdag de volgende tegenstander is. Wat is de kracht van FC Den Bosch? Nou, ik denk hun collectief en hun energie en spelervattingen, daar zijn ze ook heel gevaarlijk in. Nou, Den Bosch doet het goed in eigen huis, die hebben daar veel punten gepakt. Maar ik verwacht dat als wij deze lijn kunnen doortrekken en een beter niveau kunnen halen in de eindfase en hoger op het veld, dat we een goede kans hebben om te winnen. Afgelopen vrijdag werd op de 11e van de 11e ook onze stadionprins uitgeroepen. Tom Marien mocht zich de prins van de Koel noemen en dat leverde mooie beelden op. Levi Smans beleefde vorig seizoen zijn doorbraak in het eerste elftal van VVV. De middenvelder uit de eigen jeugd raakte echter geblesseerd en stond lange tijd aan de kant. Inmiddels is hij weer helemaal terug en dus is het de hoogste tijd voor een interview. Levi, hoe is het met je? Ja, het gaat goed. Het gaat de goede kant op. Ik krijg steeds meer minuten. Dus ben ik wel blij om na mijn best lange blessure eigenlijk. Ja, vorig jaar brak je eigenlijk door. Contract getekend ook. Het ging goed, toen kwam die blessure. Wat was het voor blessure? Het was een ontsteking op mijn schaambeen. Dat is eigenlijk waar de liesspier overloopt in de buikspier. Ja, en ik had er 6 maanden denk ik last van. Dus het heeft eigenlijk ook veel langer geduurd dan wat ik eigenlijk van tevoren dacht. Want het begon met een klein pijntje. En uiteindelijk toch, eerder ik weer helemaal fit was, heeft het 6 maanden geduurd. Dit seizoen ook de voorbereiding helaas moeten missen. Toen was ik nog aan het opbouwen. Dus ik heb ook in de zomervakantie een gedeelte gewoon doorgetraind om zo snel mogelijk fit te worden. En ik denk na 5 weken in de voorbereiding dat ik weer alles mee kon doen. Hoe was het om na zoveel maanden weer je rentree te maken? Natuurlijk, je hebt lang niet meer gevoetbald en het was weer heel erg inkomen. En je niveau weer halen na zo'n
zo'n lange tijd. En ik denk dat ik nu op de goede weg terug ben. En nu voel ik me eigenlijk wel hartstikke fit. Ja. Hoewel Smans momenteel weer steeds meer minuten maakt, is hij nog niet helemaal tevreden over zijn eigen spel. Twijfelachtig. Ik heb natuurlijk tegen Dordrecht en Ajax had ik 200% kansen die ik gewoon moet afmaken. Dat reken ik mezelf natuurlijk ook aan. Ja, voor de rest kan je, als je zo'n kans mist, vind ik niet uiteindelijk tevreden zijn op je invalbeurten. Maar het gaat wel de goede kant op, laat ik zo zeggen. Ja, ik kan me voorstellen dat het wel lekker is om nu weer die minuten steeds meer te maken. Ja, klopt. Het geeft een goed gevoel. En ik hoop zo steeds meer weer mijn plekje terug te vinden. Natuurlijk het team helpen in ons doel om uiteindelijk toch de play-offs te halen. En met doelpunten, assist en... die moeten er sowieso meer komen en die kansen afmaken die ik krijg. We sluiten deze uitzending af met een terugblik op de bijzondere Eredivisie. De G-voetballers van de VVV speelden afgelopen zondag een thuiswedstrijd in de Kuil. En dat was een onvergetelijke ervaring. Dit was VVV TV voor vanavond. Over 3 weken is er weer een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken en heel graag tot dan. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.